V75 op Zolvalla op de Prix de Marie dag. Het eerste onderdeel, open koers. De 1, Erika en de 5, Anna. Twee paarden, snel van start. En dan kan het lastig zijn om die nog te kloppen. Maar van achteraf de 7, Gisha Sunt. De 9, Patricia Hestrup en de 11, Boston Credits. Paarden die het eventueel zouden moeten kunnen winnen. Patricia Hestrup normaal, zonder ijzers nu met. En vandaar geen banker. Tweede onderdeel, ook weer een interessante koers. De 3 Astrodome, de Finse gast, is de paard van de koers, denk ik. Goed paard. Daarachter Quebec CD, de 8 en de 10 Vegas Am. Derde onderdeel, 3 jagen. Normaal gesproken bank ik niet, maar dan zou je alle moeten nemen. Newcastle won de laatste keer met een halve baan. Zag er geweldig uit. Maar goed, het blijft een 3 jagen voor de eerste keer. Reis, lange reis en autostart. Goed, daarachter denk ik de 3 Lorina Citroen en de 7 Hotshot Luca. Vierde onderdeel. Ik denk twee paarden steken hier bovenuit. De 1, de 7 en de 12 zijn geschrapt. En daardoor voor het tweede gelid wordt het iets makkelijker. De 10 Linus Boyd, eerste plaats van de koers. En de 11 Zambuco. Beide goede paarden, goede vorm. En zijn wij, wat mij betreft, de eerste paarden. Dynamic Light, dat is de 4. Natuurlijk ook een goed paard. Maar ik denk dat die andere 2 over de afstand ietsje beter zijn. Vijfde onderdeel dan. Dat ziet er heel open uit. De Lucky One, de 2. Waarschijnlijk in de leiding heel gevaarlijk. Voor een grote verrassing denk ik de 4 Nisse Rock. Aardig paardje hoor. De 5 Undies. Ook een aardig paard. De 7 Enjoy Ginkgo krijgt nu... Start nummer 6 omdat de 6 geschrapt is. En uiteraard de 12 Cantona Amerika. Slecht nummer. Maar ja, 4 keer gelopen, 4 keer gewonnen. Dan de koers over 3100 meter. 2 paarden uit de eerste band en 2 uit het derde band. Ga ik meenemen. De 3 Florida Sea. Laatste keer de hele weg op zijn huid gezeten en pas op de streep geklopt. Liep een geweldige koers. Ga ik meenemen. Heeft al eerder over 3 kilometer gewonnen. En zit waarschijnlijk op het ruggetje van de 6. Matchmaker Oz. En ook die kan deze koers lang gaan leiden. Uiteraard moeten de 2 de paarden uit het derde band mee. Dat zijn Usain en Udus Euler. 2 zeer goede paarden. Udus Euler die de laatste keer het vuur aan de schenen legde bij... hoe heet dat paard wat gisteren nog in de gouden divisie liep die tweede werd? Narold Fox. De hele weg door is voor naast Narold Fox en wist nog bijna te winnen. Hele goede prestatie dus. 3, 6, 14, 15. Laatste onderdeel. De eerste 2 paarden zijn de 4. Comeback gaat waarschijnlijk in de leiding. En ook de 5 Rubacor Alka. Paard dat bijzonder goed is geworden. De laatste keer sterk won. En daar Empty King of Cash achter zich wist te houden. Dus de 4 en de 5 de eerste 2 paarden. En daarachter voor de verrassing, 2% de 6 Bouncing Hill, die de ene laatste keer op Mantorp een geweldige koers liep. Laatste paard lag in de laatste bocht, in een leerlingenkoers, en als tweede binnenkwam. En daar geweldig liep, dus de 4, de 5 en daarachter de 6. Prix de Marieke vandaag, 4 paarden van Daniel Redin. Beste kans van zijn stal denk ik Lionel, die de laatste keer goed liep met ijzers, gaat nu zonder ijzers. En dan nog een stukje beter is. Dus eerste kans en de beste kans van Redin. Daarachter natuurlijk Propulsion. Even kort probleempje met zijn achterbeen gehad, maar traint weer goed. Klein nadeel is natuurlijk Sjoelström, die geen topvorm heeft op het moment. En daardoor wordt het lastig om te winnen. Wild Honey, laatste keer goed gelopen voor de eerste keer uit Parijs. Verrassend zelfs. En daardoor met een... koersje binnendoor kan hij bij de eerste 5 komen. En Colmy Keeper, het laatste paard van Redin. Ook een lange tijd een goede vorm. Altijd goed op Parijs. Maar het is een beetje vergezocht, denk ik, dat hij deze koers gaat winnen. En voor de trio spelers onder ons. Ik neem 6 paarden mee. Timo Ko, laten we dat niet vergeten. Ziet er nog steeds uit als een 4-jarige. Ook al is hij 10. Die waarschijnlijk in de leiding gaat zitten. De 4 Propulsion, de 6 Lionel, de 7 Booster winnen, die de laatste keer een geweldige laatste rechte lijn liep. De 12 Wild Honey, de
17 Bold Eagle en de 18 Timoko. Die zes paarden gaan volgens mij de eerste drie plaatsen bezetten. Zo, veel plezier vandaag en we zien elkaar weer bij de volgende V75 volgende week. Hoi!